Hoi allemaal en welkom alweer bij een nieuwe video. Mijn naam is Senne en vandaag heb ik voor jullie de lang verwachte verhuisvlog. Vandaag heb ik voor jullie dus de allereerste verhuisvlog. En ik heb er zelf echt heel erg veel zin in en ik hoop jullie ook. Het is vandaag maandag 29 juni en het is nu 11:30 geweest. Vanaf vandaag ga ik dus beginnen met de verhuisvlog. Vandaag ga ik namelijk iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk vandaag samen met jullie mijn kamer verven. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb zelf namelijk nooit mijn kamer geverfd. Ik heb zelf gewoon witte muren, dus het wordt niet een speciale kleur of zo. Ik wilde misschien wel taupe, een taupe-achtige kleur. Maar dat ga ik uiteindelijk denk ik toch niet doen. Het wordt gewoon helemaal een witte kamer. Dus ja, dan ga ik jullie nog een keer mijn kamer laten zien. De kamers hebben we allemaal laten texten, dus dat is gedaan. Maar het verven doen we dus wel zelf. Heel het huis wordt gewoon wit, dus alle kamers en alles wordt eigenlijk gewoon wit. Verder komt de vloer er pas 15 juli in, dus dat duurt nog wel even. Dus ja, dat is wel jammer dat die er nog niet in zit. Maar ja, dan wordt in ieder geval de vloer niet vies van het verven. Dus ja, ik ga vandaag samen met jullie verven. En verder ga ik vandaag ook mijn hele kamer opruimen en poetsen. En alvast mijn spullen inpakken. Of in ieder geval een deel van mijn spullen. Wij gaan namelijk na 12 juli verhuizen. Dus dan kunnen alle spullen er naartoe en zo. Maar ik ga 12 juli op vakantie. Samen met de ouders van Dion, het zusje van Dion en dus Dion, mijn vriend. Gaan we op vakantie met de caravan naar Zwitserland, waar ik heel erg veel zin in heb. Dus ja, ik kan niet bij de verhuizing zijn. Ik vind het zelf wel heel erg jammer, want ja, de verhuizing lijkt me toch wel leuk. Maar het is wel heel gestrest, dus in principe ben ik dan wel blij dat ik dat niet mee kan maken. Kom ik er wel lekker mooi vanaf. Maar ik ga veel liever op vakantie, dus ja, daar heb ik heel veel zin in. Maar daarom moeten al mijn spulletjes en zo al ingepakt worden. En daarom ga ik gewoon lekker nu al beginnen, zodat ik in ieder geval al een heel stuk heb ingepakt. Aangezien ik de helft van mijn hele kamer nu toch niet gebruik, vooral mijn schoolspullen niet en dingetjes van vroeger en zo, gebruik ik toch niet. Dus dat kan ik nu gewoon lekker gaan inpakken. Dus dat is wat ik vandaag ook ga doen. Dus dat kun je allemaal verwachten in de allereerste verhuisvlog. Ik heb er zelf heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Ik heb wel alleen eerst nu om 1 uur een afspraak bij de schoonheidsspecialist. Ik ga namelijk mijn bovenlip en mijn wenkbrauwen laten harsen. Dus dat ga ik eerst doen. En daarna ga ik naar het huis. En dan ga ik jullie mijn kamer laten zien. Ik heb heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Dus laten we gewoon gaan beginnen. Hoi allemaal, het is vandaag alweer de volgende dag. Het is vandaag namelijk dinsdag 30 juni en het is nu 2:15. Gisteren hebben mijn moeder en ik tot ongeveer 5 uur denk ik geverfd. Mijn hele kamer is ook af. Ik zal jullie ook nog even een eindresultaat laten zien van hoe het uiteindelijk is geworden.
Het is uiteindelijk dus gewoon heel simpel geworden, namelijk gewoon wit. Het was best veel moeite om te verven. Dit was mijn allereerste keer verven en ik had ook gelijk al een blaar. Hij is nu alweer een beetje weg, maar ik had hier een blaar. Ja, het was best veel werk, maar ik ben wel blij dat ik mijn eigen kamer geverfd heb. Ik vond het wel leuk om een keer te doen. Maar ja, ik ga vandaag dus mijn hele kamer opruimen, poetsen of wat dingetjes inpakken. Maar mijn kamer is echt al smerig. Ik moet echt een keer even met een doekje over alle kastjes gaan en zo en even stofzuigen. En ja, ik ga dus ook al wat dingen inpakken. Dus vooral dingetjes die ik nu niet meer gebruik. Eventueel decoratie en zo. Want ik moet dus nu binnen anderhalve week heel mijn kamer hebben ingepakt. Omdat ik dan dus 2 weken op vakantie ga. Dus dat ga ik vandaag lekker samen met jullie doen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik ga even beneden een sopje halen en wat schoonmaakmiddelen en zo. En dan ook nog even verhuisdozen zodat ik wat dingetjes alvast kan inpakken. Dus laten we dat gaan pakken. Oké, guys. Ik zoek nu even verhuisdozen. We hebben er daar nog 2 staan. Maar mijn moeder zei... Woehoe, lekker overbelicht. Ze zei dat we hier in de garage ook nog dozen hadden. Ja. Kijk, mijn moeder had het dus over deze dozen. Ik ga gewoon deze meenemen, denk ik. En dan ga ik daar alvast wat spullen in doen, dus. Nou jongens, ik heb nu alle spullen. Zoals je kan zien heb ik hier de mega doos. Hij is echt mega groot. En ik heb hier langs me ook de schoonmaak dingetjes die ik nodig heb. Dus ik ga nu gewoon elk kastje rond, zeg maar. Rond heel mijn kamer ga ik iedere kast uitpluizen, schoonmaken, dingen opruimen, uitzoeken. Kijken wat ik ook niet meer wil en zo, wat weg kan. Dus, let's go. Oké, guys, ik ga beginnen met deze bak. Hierin zitten eigenlijk alleen maar dingetjes in van vroeger en wat dekens en zo. Dus dat ga ik even uitzoeken. Ik denk dat heel veel hiervan al in deze doos kan, dus let's go. Oké, jongens, ik heb even een andere aanpak bedacht. In deze lelijke rode wasmand gaan alle dingen die ik weg doe. Er zitten allemaal al dingen in, ook van mijn zusje en zo, die al weg kunnen, kleding en zo. Dus dit gaat allemaal naar het goede doel of naar vrienden of zo. Of als het echt niet meer ergens naartoe kan, dan gaat het natuurlijk gewoon in de prullenbak. Dus deze kunnen er ook alvast in. Hier liggen de dingen die ik wil houden. Dit is bijvoorbeeld mijn badjas en zo, dat hoeft allemaal niet weg. En hierin gaan dus de dingen die ik mee ga nemen voor het verhuizen. Dus... Jongens, kijk al die stof. Echt niet normaal. Ik ga er ook zo erg van niezen, maar echt heel vies. Ik ga dit gewoon weggooien. Ik moet even kijken wat dit allemaal is, maar echt heel vies. Ariana Grande parfum fan, zoals je kan zien. Maar hier heb ik echt helemaal niks aan. Dus die gaan allemaal weg. Nou, tot nu toe heb ik er een volgende box bij gepakt. Die we nu gaan inpakken. Ik heb dit al helemaal leeg gehaald. Verder heb ik ook niet meer zoveel decoratie staan. Want ja, dat is eigenlijk ook niet echt nodig. Dus ik ga nu verder met die plank en dit en dat kastje. Kijk hoe leeg dit er nu uitziet op mijn kamer. Echt super sad. Maar ja, ik ga nu verder met dit kastje. Als je scherp stelt. En mijn bureau. Dus, let's go. Oké, jongens, let even niet op hoe ik eruit zie. Ik heb het mega heet. Mijn haar ziet er ook echt niet meer uit. Maar mijn hele kamer is nu klaar. Of ja, voor nu. Ik heb dus wel nog heel veel dingen die ik moet inpakken. Ik heb bijvoorbeeld al mijn kleding en zo. En al mijn tassen en mijn verzorgingsproducten en make-up. En dat soort dingetjes, die heb ik allemaal nog gewoon in mijn kamer. Omdat ik die dus nog ga gebruiken. En
ik ga natuurlijk ook nog op vakantie naar Zwitserland. En ik weet nog niet precies wat ik allemaal qua kleding mee wil nemen. Of qua tasjes, make-up tasjes en zo. Dus dat doe ik gewoon allemaal op het allerlaatste moment. Maar ik zal jullie even laten zien wat ik tot nu toe allemaal al heb leeggehaald. Nou, bij mijn bureau is eigenlijk niet heel veel weg. Omdat ik dit eigenlijk allemaal nog wel gebruik. Die dingetjes bijvoorbeeld. En dat moet allemaal nog terug. En dat kan eigenlijk wel weg. Maar ik laat het nog wel gewoon staan. Ik gebruik dit nog voor het filmen van een video als ik hier op mijn bed zit. Verder zijn deze allemaal leeg. Behalve de bovenste. Hierin heb ik nog wat dingetjes zitten die ik nodig heb. Dus verder zijn ze wel allemaal leeg. Het waren eigenlijk voornamelijk schoolspullen. En ja, die hebben we nu natuurlijk niet nodig. Verder is dit mijn bed. En heb ik hier achter dus wat weggehaald. En verder heb ik hier in mijn nachtkastje allemaal nog elektronische dingen liggen. Zoals mijn camera en zo en opladers. Die moeten waarschijnlijk ook allemaal mee op vakantie en zo. Dus dat heb ik ook nog allemaal hier. Zoals ik al zei, al mijn verzorgingsproducten staan op de bovenste plank. En die heb ik allemaal nog gehouden. Maar de rest is wel leeg. En bovenop zijn ook nog maar een paar dingetjes. Verder hou ik alles nog van mijn make-up hier en mijn parfum. En verder is dit dus ook bijna helemaal leeg. En mijn kledingkast laat ik dus gewoon nog zoals het is. Maar ik ga nu de allereerste verhuisvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie de eerste verhuisvlog leuk vonden. Ik ga waarschijnlijk aankomen zeker naar de IKEA om alvast wat meubeltjes en zo uit te kiezen. Dus dan neem ik jullie natuurlijk ook mee. Heel erg veel zin in. Maar echt het verhuizen zelf komt pas over een paar weekjes online natuurlijk. Omdat ik dus eerst nog 2 weken naar Zwitserland ga. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je de video leuk? Geef dan zeker even een blauw duimpje omhoog. En geef ook een blauw duimpje omhoog als je zin hebt in de volgende verhuisvlogs. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan hieronder op de abonneerbutton. Zo blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn nieuwe video's. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei!